Welkom. Ik doe niet aan samenzweringstheorieën. Ja. Wat bedoel je nou? Wil je niet nadenken over complotten? Durf je niet na te denken over complotten? Of zeggen we nou, complotten, dat bestaat überhaupt niet. Daar gaan we het in deze aflevering over hebben. Niet over de complotten zelf, maar over het denken over complotten. En dat is dus een meta-aflevering. Het woord conspiracy theory, samenzweringstheorie, werd destijds door de CIA ingezet rond het rapport van de Warren-commissie naar de aanslag op Kennedy. Stukken die later in de openbaarheid zijn gekomen tonen aan dat de CIA bewust dit woord heeft uitgekozen om alle kritiek op het rapport te smoren. En het wordt nog steeds gebruikt om officiële verhalen buiten iedere vorm van kritiek te stellen. Roep het woord conspiracy theory of complotdenken en iemand schiet in een spasme en weet niet hoe die zich daarop moet verdedigen. Tot nu toe. Samenzweringstheorieën kunnen behalve met het woord zelf nog op veel andere manieren worden bestreden. In 1967 toonde de CIA aan zich actief met complotdenken te bemoeien. Ga er dan maar vanuit dat andere inlichtingendiensten net zo'n warme belangstelling hebben voor complotdenken en samenzweringstheorieën, al is het alleen al omdat ze zich inlaten met soms hele onfrisse praktijken. En ga er gevoeglijk ook maar vanuit dat bepaalde websites en samenzweringstheorieën door dit soort inlichtingendiensten zijn ingebracht. Perception management, zo heet dat. Wie met modder begint te gooien, heeft al snel gewonnen. Zo werkt dat met het woord complotdenken, samenzweringstheorie. Maar dat is niet de enige doorreden. Wat je heel vaak ziet, is dat mensen denkbeelden in de schoenen geschoven krijgen die ze niet zelf huldigen. De stroomman-drogreden, zo heet dat. En wat ze wel geloven, dat wordt verdraaid, daar wordt een karikatuur van gemaakt. En er wordt gelachen. Je ziet heel veel ook dat er op de man gespeeld wordt. Daarbij wordt een persoon aangevallen op iets wat hij eerder heeft gezegd, of wat hij ook gelooft, op zijn deskundigheid, zijn geestelijke vermogens of zijn motieven. Alles om maar niet op de argumenten in te gaan, op zijn betoog. In het algemeen zie je dat ze doen aan het framen van complotdenkers. Ze plaatsen ze in een hokje van mensen die je niet serieus moet nemen. Je spreekt van een samenzwering op het moment dat twee of meer mensen iets bekokstoven wat eigenlijk niet door de beugel kan. Dingen die niet mogen. En er zijn genoeg voorbeelden van. Hier een boek. Geschreven door een psychiater, Colin Ross. De CIA, na de oprichting, heeft een aantal programma's opgezet om proeven te doen op de hersenen van mensen. Onvermoedende vrijwilligers die daar geen toestemming voor hebben gegeven. En dat varieerde van heel simpel hypnose tot aan proeven met drugs zoals LSD. En dat gaat door tot het totaal leegmaken van iemands hersenen. Er is één geval bekend van iemand die zelfs incontinent werd. In 1973 liet de CIA-directeur Richard Helms daarover alle archieven vernietigen. Maar ze vergaten één kast. En dat werd de basis voor dit boek. Er zijn veel meer samenzweringen die inmiddels bewezen of officieel toegegeven zijn. En ik zal een overzicht geven onder het filmpje of in de kliksectie. Er zijn verschillende redenen waarom iemand niet over complottheorieën wil nadenken. Behalve de alom aanwezige onverschilligheid in alles wat het triviale overstijgt, zie ik nog twee belangrijke redenen.
cognitieve dissonantie en uitsluiting. Wanneer je iemand confronteert met nieuwe informatie die haaks staat op hun overtuiging, een denkbeeld wat heel belangrijk voor ze iets waar ze aan verknocht zijn, dan treedt een verdedigingsmechanisme op. Dat heet cognitieve dissonantie. Dat zie je heel goed wanneer je iemand confronteert met iets wat niet klopt in zijn religie, het klimaatprobleem, op zijn werk, misschien werk wat hij al tientallen jaren doet, zijn partij of zijn leefgewoonte. Wat je dan ziet is ze gaan lachen of ze worden kwaad of ze lopen weg of ze praten het goed met een rationalisatie. Een drogreden is dat. He? Van, ja, als AIDS echt zo makkelijk te genezen is, waarom lees ik dat niet in mijn krant? Die reactie die krijg je omdat het simpelweg pijn doet om afscheid te nemen van datgene wat ze eerst geloofden. Ze kunnen het gewoon niet. En er zijn maar weinig mensen flexibel genoeg om gemakkelijk afscheid te nemen van hun overtuiging om iets nieuws te accepteren als waarheid. Er wordt op aangestuurd niet buiten de groep te vallen. Veel mensen zijn als de dood om niet vervolgd te worden aangezien, maar als aluhoedje en zo te worden buitengesloten. Ervaringen uit het onderwijs zullen hier zeker aan bijdragen. De situatie dat een kind voor paal wordt gezet door de juf voor de hele klas en de hele klas lacht. En al die andere kindertjes die denken van nou, ik ben blij dat ik daar niet sta. Dat soort ervaringen tellen mee. En voor sommige beroepen is het heel belangrijk om je aanzien goed te bewaken om überhaupt je werk te kunnen doen. De groepsdruk binnen wetenschappers maakt dat sommige denkbeelden totaal niet bespreekbaar zijn. Een arts die open staat voor alternatieve methoden, die wordt al snel aangevallen vanuit de gevestigde orde. En wetenschappers die openlijk twijfelen aan de officiële denkbeelden rond het klimaat, AIDS, vaccinatie, worden al snel buiten werking gesteld. Nobelprijs of niet? Om je te verdedigen, stel ik voor om over te gaan tot metacommunicatie. Dat is communicatie over communicatie. Dus ben je in een discussie verzeild en werp je tegenstander je iets toe van beginnen we over complottheorieën. Leg dan tegenover het publiek zijn tactiek bloot. Stel tegenvragen. Zeg iets waarom gebruikt u dat woord? Complot. En wie heeft u dat geleerd? Uw spindokter. En werkt dat nou nog steeds? En ja, u schat duidelijk het publiek hier niet zo intelligent in als ik. Dat ze niet doorhebben wat uw tactiek is. Nou, laat ze daar dan maar eens even mee spartelen. En ben je één op één met iemand, probeer er dan achter te komen hoe open iemand überhaupt staat voor nieuwe denkbeelden. Dat kan al een beginnetje vormen. En wat ook een goeie is de invloed van de media. Die is overweldigend. Films, televisie, ook nog radio, hebben een grote invloed op wat we denken. Bijvoorbeeld, wat veel mensen geloven over de Tweede Wereldoorlog, dat is allemaal ingevuld vanuit Hollywood, filmseries en film zelf. En het is aangetoond dat daar ook een invloed zit vanuit overheden en inlichtingendiensten. Welke theorie nou waar is en welke niet, dat ze je toch echt zelf moeten bepalen. Eigen verantwoordelijkheid. Je weet het. Kijk, voor sommige mensen is iets pas waar op het moment dat ze het op het journaal verkondigd zien, of dat ze het lezen in de krant, of misschien hebben ze zelfs een officieel document nodig
met een blauwe handtekening eronder en een stempel van het ministerie voordat ze iets geloven. Nou, succes daarmee. Die mensen zijn niet te overtuigen. Want op het moment dat je ze dat werkelijk aanlevert, geloven ze dat het uit je eigen printer komt. Laat maar. Het beoordelen van een samenzwering begint ermee dat je een wantrouwen hebt of een vermoeden van nou, hier ligt een zeker belang, een gezamenlijk belang en het zou me toch echt niet verbazen als er zus en zo geopereerd wordt. Dat is goed, dat kan, dat mag, dat is gerechtvaardigd. Maar dan komt het neer op ondersteunend materiaal, de bewijzen. En daar schiet het vaak tekort, want veel complottheoristen die willen wel de ondersteunende informatie beoordelen, maar de kritiek, daar hebben ze liever geen tijd voor over. Dat is de kritiek die je dan hoort vanuit sociologen en psychologen die zich met complottheorieën en theoristen bezighouden. Om het enigszins makkelijk te maken, betrouwbare informatie te vinden, geef ik, en dat is echt persoonlijk, die informatie, die bron die ik zelf heb vertrouwd in de loop der tijd. Die over zijn gebleven. Dat zijn podcasts, films, documentaires, websites. Bekijk het maar onder de film op YouTube. En anders in de klikblokken die zo meteen volgen. Bedankt voor het kijken en tot de volgende. Zoals altijd heb ik wat links op YouTube onder het filmpje gezet. Dus even kijk naar Show More, dan vind je ze. En als je me wil helpen, like dit filmpje dan en abonneer je op mijn kanaal.